Bij het openen van de deur aan de bestuurderskant ziet u aan de linkerkant van het dashboard de hendel voor het openen van de motorkap. Onder de motorkap zit een klem, deze haalt u omhoog en opent de motorkap. De motorkap zet u vast middels de motorkapsteun. Aan de linkerkant ziet u de vuldop voor de ruitensproeivloeistof. Het oliepeil kunt u meten door middel van de peilstok. Controleer ongeveer 5 minuten na het uitzetten van de motor het oliepeil met het voertuig op een horizontale ondergrond. Het oliepeil moet tussen de min- en het max-merkteken staan op de oliepeilstok. Het verschil tussen het min- en max-teken komt overeen met ongeveer 1 liter olie. Wanneer het oliepeil dichtbij of onder het min-teken komt, moet olie bij worden gevuld, tot aan het max-teken. Het oliepeil mag nooit boven het max-teken komen. Het bijvullen van de olie middels deze motoroliefulopening.